Yo, what's up allemaal? Welkom bij DJ's Crazy Shooter. Vandaag weer een super toffe leuke nieuwe video. We gaan het vandaag weer hebben over een Airsoft replica. Daar heb ik ook al een unboxing video van gemaakt. De link staat in de beschrijving. Maar we gaan het vandaag hebben over de Lancer Tactical M4. De Lancer Tactical M4 is gemaakt van hoge kwaliteit polymeer, maar heeft wel een full metal gearbox. Voor de mensen die willen weten hoeveel deze replica kost. Deze replica die kost ongeveer tussen de 145 en de 150 euro, dus het is best wel een budget airsoft replica. Zoals ik zei, deze replica is gemaakt van polymer en daardoor weegt hij dus ook niet zoveel. Hij weegt maar 1,8 kilo, dus dat is heel handig voor als je snelle bewegingen met je replica wil doen. De replica heeft een verstelbare stok, flip-up sights en een skeletonized barrel. Maar voor de mensen die een laser en een lampje leuk vinden, er zit nog steeds wel kleine rails op. Om bij de hopper van deze replica te komen is best eenvoudig. Je trekt hier gewoon naar achteren toe en daar zit de hopper. Dat is dat rode oranje ringetje die daar zit. Daar kun je aan draaien en zo kun je de hopper dus verstellen. Laat je het weer los, dan gaat de bolt als het ware weer naar voren toe. En zorg er altijd voor dat het klepje weer dicht gaat, zodat er geen troep in de replica komt. Zoals ik zei, zit er flip-up sights op deze replica. En om die omhoog te krijgen is heel eenvoudig. Er zit een knopje achterop, daar druk je op, poink, en hij komt omhoog. Werkt precies hetzelfde voor de frontside, komt ook makkelijk omhoog. Als je de sides weer naar binnen wil doen, is heel eenvoudig. Je pakt ze vast en drukt gewoon naar beneden en dan lokken ze vast. Werkt precies hetzelfde ook voor de frontside. Oh ja mensen, even voor de duidelijkheid, dit heeft verder niet echt veel nut dan alleen bij de hop-up te komen. Kijk, bij een vuurwapen als je dit doet, dan laat je een kogel erin. Maar bij dit heeft het eigenlijk dus verder geen nut, het is meer voor de sier. Maar het is natuurlijk wel leuk en realistisch dat het erbij zit. De Lancer Tactical M4 is een AEG replica, dus er gaat een lipobatterij in. De lipobatterij die moet achter in de stok van een replica. Om de lipobatterij erin te doen, heb je hier achter een knopje om de rubberen padding eraf te halen. Dan moet je deze er nog uithalen. Dan zou ik de stok naar voren drukken, zodat de snoer er mooi uitkomt. Dan verbind je ze. Altijd eerst even testen natuurlijk. Ja, die doet het. Dan doe je de lipobatterij in de stok. Is soms even een werkje hoor. Moet ik wel eerlijk bekennen. En dan langzaam de stok wat naar achter toe halen. Dan pak je deze weer. Die zet je er weer op. Kom op. Zo. Dan pak je de rubberen padding weer. Die klik je er weer in. Zo, genoeg gepraat. We doen de bril op. We gaan de magazijnen vullen. En dan gaan we schieten. En we gebruiken vandaag de ASG 0,25 gram Open Blast BB's. We doen het magazijn in de replica. We beginnen als eerste met semi-automatisch. En dan nu full auto. Nice, empty. Safety up. Leuke replica, schiet accuraat. Geen grote kick, licht gewicht, makkelijk om mee te schieten. Ja, leuk ding. Oké, ik heb weer een magazijntje gevuld, magazijntje erin. En deze gaan we alleen schieten met full auto. Oké, empty. Mooi, op safe. Nice. Schiet lekker snel deze replica. Maar jullie kennen mij, de video is nog niet afgelopen. We gaan het magazijn weer vullen en we gaan over naar de mooie shots.
Zo, de video is jammer genoeg afgelopen, maar geen zorgen mensen, er komen nog hele toffe video's aan, dus hou mijn kanaal zeker in de gaten. En vond je deze video nou leuk, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, klik het notificatiebelletje aan, zodat jij nooit meer een video mist. En wil je me volgen op social media, dat kan natuurlijk. Ik heb Instagram, Facebook en Snapchat, de links staan in de beschrijving, dus kijk snel. En dan zie ik jullie bij de volgende video's jongens en meisjes, en laters!